Hij zou dat heel graag heel geheimzinnig. En het is heel moeilijk om bij dat Selected Supreme clubje te komen. 10.000 likes en ik ging een roomtour doen. Het ding is, er is niet zoveel veranderd aan mijn kamer buiten dat ik... Mijn nieuwe computer en voor de rest is alles hetzelfde buiten dat dit ding echt wel... Wauw, the big one. Nee, nog een beter, maar al je YouTube monies. Ik denk dat dit echt wel de enige grote investering is in mijn leven. Als er iets is waar ik verslaafd aan ben, is het aan kleren kopen. Ik ben echt een fucking wife. Ik heb hier veel geld aan gespendeerd, maar het ding is, it makes you happy. Als je ongelukkig bent, dan is het best dat je kan doen kleren kopen. Dan kom je uit de winkel en dan is je bankrekening op, maar je hebt al een leuke zak vast voor mijn kleren. Een van de favoriete dingen dat ik koop zijn hemdjes. Dit is van Moschino, dus komt uit de tweedehands winkel. Alsof je niet alles moet duur zijn, maar... 5 euro. Deze is van Prada. Die is wel heel duur, maar snap je, van hetzelfde geld komt deze ook uit de tweedehands winkel. Let me try it on. Ik denk dat het jammer is dat ik in België woon, dus dat je deze maar 3 maanden per jaar kan aandoen. Maar kijk, heel funny, ik vind deze leuk. Ik vind deze ook fucking nice, met een Nintendo logo van Gucci. En die ook leuk, die liggen nu wel op de grond, maar oké. Okay. Ik heb deze ook gekocht laatst. Dit was Supreme. Ik heb deze nog nooit aangedaan. Ik dacht, ik ga deze keer aan voor een pokeravond of zo. Ik heb nog nooit gepokerd, maar ik ben hem wel heel leuk. Pretty nice. Deze heb ik eigenlijk nog nooit aangedaan. Deze is ook van Supreme. Dus stel, ik heb eens een zakelijke meeting of zo. Dan doe ik deze aan. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd, maar ik ben hem leuk met de leeuw en zo. Waarschijnlijk een van de domste dingen die ik ooit heb gekocht, waarvan ik nog altijd spijt heb, dat is deze. Dit is super duur. Ik beklaag me nog altijd dat ik die gekocht heb. Ik heb die denk ik 2 keer aangedaan ofzo. Er zijn allemaal vlekken op die er niet meer uit gaan. Dit is gewoon niet mijn type kleren. Ik weet ook niet waarom ik dit gekocht heb. Deze zit niet eens lekker. Dit ding, kijk, dit is van Gosha. Ik heb redelijk veel kleren van Gosha. Dit is zo, ik weet het niet, zo'n dubbel t-shirt ding. Het ding is, de eigenaar van Gosha is pedofiel. Dus ik moet al mijn Gosha kleren wegdoen. Dus om er even door te komen. Gosha, ik heb geen idee waar hij er allemaal op staat. Je lijkt op een zwerver als je deze kleren aan hebt. Dat vond ik altijd wel leuk, maar de eigenaar is pedo, dus... Deze broek is ook van Gosha. Deze is wit. Hij is niet meer echt wit, maar... Ik vond ook een hele leuke broek, maar is Gosha, dus... Ja, dat kunnen we niet meer aandoen. Ton heeft niet meer veel trots. Ik weet het, het is een boxlogo, het is niet meer zo hard. Kijk, zoals Tijkmax zou zeggen, het Supreme clubje is niet voor iedereen. Hij zou dat heel graag heel geheimzinnig. En het is heel moeilijk om bij dat Selected Supreme clubje te komen. Er is geen clubje! You are lame. I have friends that were just going, just went by when I was talking to you, right? And they were looking at me like, what are you doing and why are you talking to them? Ik zie jou als je deze wil kopen, met je exclusieve kleren. Verkoop deze aan jou voor een spotprijsje van 700 euro. Stuur een mail. Volgende trui is ook van een hele bekende designer. Volgende is waarschijnlijk mijn favoriete trui, dat is deze. Dit is van Balenciaga. Weet je wat het ding is van deze trui? Je kan gewoon niet verkeerd gaan. Snap jullie wat ik bedoel? Je kan, dit is gewoon te makkelijk om aan te doen. Je kan hier alles op aandoen. Het is veel te groot. Volgende is deze. Dit is een beetje hetzelfde als wat ik nu aan heb. Dit is van Raf Simons. Deze heb ik al lang niet meer aangehad. Het is ook veel te groot met zo'n mouwen die helemaal tot daar komen. Deze trui komt uit de Decathlon. En ik vind dat hij ook al leuk is. Weer een beetje hetzelfde type oversized crewneck. Deze dingen voor de winter. Ik heb 2 t-shirts van Supreme. Deze is van Scarface en deze is van een of andere fotograaf die rare foto's maakt van filmpjes op de diepe. Deze jas van Pallas vind ik ook heel nice. Hij verandert zo altijd een beetje van kleur. Soms is hij blauw, soms is hij zo een beetje rood. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is ook een hele leuke jas. Bij deze jas heb je dan ook deze zonnebril. Dit is van Pallas en Oakley by the way. En deze is ook van Pallas en Oakley. En dat is pretty nice. Deze zonnebril was gestolen op een feestje. Iemand heeft die guy gesnitcht die deze al gestolen had. Maar pretty nice fit. Nog meer van Pallas is deze overcolored crewneck. Ik vind deze ook heel leuk. Hij heeft zoiets heel jaren 80. Een hele leuke trui. Het is van 2016 of 2015 of zo, denk ik. I love this one. It's a very nice trui. Is deze Lacoste Supreme Polo. Deze vind ik dit super leuk. Dit is zo'n standaard Lacoste logo, maar met die Supreme ding erbij. I really, really enjoy this one. En bij deze heb ik ook de bovenkant. Ik heb deze redelijk wel aan in video's. Dit zit super lekker in zo'n vloer. Heel leuk om te dragen. Het is geen katvideo. Kijk, nu is de kat weg. Allee. Daar is hij weer. Ja. Mensen zeggen altijd dat dit de ultimate grill is. Dat dit het mooiste ding is dat in mijn kledingkast hangt. Ik doe deze wel graag aan. De kleur is nice. Hij is lekker warm. En deze heb ik ook goed voor gezorgd. Dit is wel het ding waar ik heb deze echt zelf gekocht. Dat was een van de eerste dingen van Supreme dat ik zelf heb kunnen kopen. En dat was deze jas. Dan heb ik hier allemaal hemden. Dan heb ik deze jas. Van Fred Perry, die ik gekocht heb in Amsterdam. Dit kan eigenlijk. Ik weet niet wat ik nu aan heb, maar... Het is fashion. Hier nog een pak.
Dit is mijn bonnensuit. Ik doe deze aan als ik belangrijke meetings heb. Zoals ik daarnet al zei. Ja, dat gebeurt niet zoveel. Ik ben niet zo goed met broeken. Ik vind de broek het moeilijkste ding wat je kan aandoen. Ik heb deze nu al, ik weet niet, een paar weken aan of zo. Andere broeken die ik heb is deze. De Burberry broek is niet echt van mij. Nu is van mijn mama, maar ik heb deze gekleed. De wijdste broek ooit. En mensen vragen zich af hoe ik hierheen kan. Maar ja, het kan dus wel. Die instapbroek. Ik kan er gewoon instappen. En dan... Dan heb je broek aan. De instapbroek. Dan heb ik nog deze. Dit is nog een pyjama broek. Dit is ook wel wat Supreme. Oké, ik ben een fucking high beast. Dit is gewoon een goede broek. Supreme en Independent. Dit is een Burberry sjaal. Dit is een Louis Vuitton tasje. Dit was ook van mijn mama. Heb ik ook geclaimd. Dit is wel van mij. Deze hoed, gekocht in Parijs. Dit vind ik ook heel leuk. Ik weet niet waarom ik dit gekocht heb, maar deze kogelvrije vest. Stel, de oorlog breekt ooit uit, dan heb ik deze. Ik ben hier één keer mee naar buiten geweest in Blankenberg. En... ik krijg rare blikken van mensen, maar het is wel gewoon fashion op de een of andere manier. Snap je? Dan, het ergste van al mijn collectie heb ik nog niet getoond, maar... ja, dat zijn de schoenen. Oké, mijn cameraman is weg, dus nu moet ik het zelf doen. Hey, shout-out aan de cameraman. Mijn schoencollectie is waarschijnlijk wel het ergste van allemaal. De eerste schoenen zijn deze. Die zijn Babestars. Hele gekke schoenen, want deze hebben zo... het zijn alle twee anders. En heel veel mensen kijken heel schijf als ik deze aan heb. Maar ik vind dat deze ook zo echt iets jaren 80 is je hebben. Omdat het roze zo echt super roze is. En het groen zo super fluo. Very nice. Zo speciaal alternatief van die Air Force One, snap je? Volgens mij de coolste schoenen die je kan kopen als je zo betaalbare designer schoenen wil. En ook deze. Deze vind ik ook super leuk. Ook al heb ik deze zoveel gedragen dat het blauw niet echt met blauw is. Dan heb ik ze natuurlijk in het vol zwart. Zwart is gewoon, het is het makkelijkste kleur. Zwart is easy, maar zwart is nice. De eerste Oswego's die ik heb gekocht zijn deze. En het zijn, ik weet niet, mijn minst favorieten. Deze zien er zo lomp en dik uit. Maar dan de grootste miskoop van mijn lijf. Of je kan het niet echt een miskoop noemen, want ik heb deze niet gekocht. Deze gekregen. Een United Wardrobe. Ik ben echt blij dat ik deze niet heb moeten kopen. Well, what the fuck. Zoals jullie zien, ik heb er goed voor gezorgd. Ze zien er nog nice uit. Waarom zou ik deze schoenen niet aandoen naar een feestje? Dit is waarom je deze schoenen niet aandoet naar een fucking feestje. Deze schoenen zijn echt duikboter. Maat 42, ja. Dit is ook maat 42. Zie je het verschil? What the fuck? Ik heb deze schoenen zelf gemaakt. Er zat een gat in. Ik heb er een beetje duct tape aan gehangen. En ze dicht gelijmd en zo. En mijn veters erop gelijmd. Dat zijn super nice schoenen. Deze schoenen passen zich aan. Snap je? Hoe meer je deze aandoet, hoe kapotter ze eruit zien. Maar ik vind het heel nice. Niemand snapt deze schoenen. Ik ook niet. Daarom heb ik ze gekocht. Deze heb ik nog nooit echt aangedaan. Ik had deze gekocht omdat ik dacht van, hey, Nike is supreme. Ze voelen niet echt als schoenen aan. Als je deze aandoet om nu naar buiten te gaan, dan vriezen je voeten gewoon kapot. Ik kan ze goed grijs schoenen aandoen. En nog een cool aan deze schoenen vind ik echt wel die vlam. Maar deze wil kopen, Gio. Je hebt natuurlijk ook zo'n schoenen die je gewoon elke dag aandoet en die je kan kapot maken. En dat zijn deze DVS's. Deze zijn echt blokschoenen. Deze zijn echt super groot. Deze hebben al een paar keer mijn leven gered. Snap je, als hij mij op de grond komt, deze dekt gewoon de volledige impact. Ik had drie supreme zonnebrillen gekocht, alle drie. Verloren. Ik heb een Louis Vuitton muts gevonden met een, het is een bivak. Ik weet niet zeker of deze van Louis Vuitton is, maar het voelt wel aan als Louis Vuitton quality. Dit is de broek! Gewoon nog deze muts. Dit is ook een bivak muts, maar hij is een beetje kapot. Deze Spitfire rugzak, deze is echt uit 2006 of zo. Ik denk dat Spitfire nu al failliet is, maar deze is echt OG. Waar is dit? Ik ben blij. Mijn rugzak die ik nu heb, dat is deze. Deze van Moschino. Ik vond deze zo fucking gek. En ze verkochten deze in een winkel in Blankenbergen. Ik zag deze en ik dacht van wauw. Dit is een fucking backpack. Als je full black gaat, en dan draag je deze rugzak erop. Voor de rest heb ik eigenlijk echt nog superveel kleren. Maar het zou niet de moeite zijn om dat allemaal te tonen. Want de meeste dingen die hier liggen. Ik leg er wel een paar nice dingen bij. Zoals dit. Dit is wel nice. Oranje Playboy trui is ook van Supreme, is ook wel nice. De rest daar leggen wel nice dingen in, maar fuck dat. En dat zijn dus de dingen waar ik mijn geld aan verdoe. Hey, nice! Ik heb hier ook niet voor gekozen, dus ik kan er ook niet mee stoppen. Dank om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash dan zeker een duimpje omhoog. Wou mijn zonnebrillen eigenlijk echt tonen, man. Bril van Cartier. Als ik deze aan doe, dan lijk ik op elke rapper uit Nederland. Dus shout-out Ronnie Flex. Dank om te kijken naar deze video. Ik zie jullie morgen of overmorgen. I don't know. See you later. Boy! Hello. Ik had geen pijn, dat is fake.
Dat is fake! Ik had geen salto gedaan. Fake! Weet jullie wat de easter egg is van deze video? Weet jullie wie er hier een jungle aan de rol is? Anyway, Millie! Producer van Jason Trill heeft mij een gekke salto zien doen. Wat een moment in mijn leven. Anyway, Millie die kijkt hoe ik die salto gewoon doe. Dit is ook gewoon een clean salto, bedoel.